Welkom in ProCast, alweer. De Wie is de Mol podcast van Wie is de Mol Pro. Ik bespreek in deze speciale podcastaflevering de hints, theorieën, molacties en antimolacties naar Ranomi. Samen met Dinant van WDM 2023 Hints op Instagram, Kim Kogé van het kanaal Kim Kogé en Arjan van Mollenjagers op Instagram. Nou jongens, daar zijn we weer. Of nou ja, alweer. De vorige opname stopte letterlijk 3 minuten geleden. Ja. Wat vonden jullie van de aflevering? Nee. Arjan, waar ben je? Ik kom er al aan. Hij is gelijk. We hebben geen tijd voor Arjan. Ik ben er. Ja, ik zie je niet. Ja, dat hoeft toch ook niet? Misschien zo. Ik ben er. Maar over Ranomi heb ik toch niet zoveel te zeggen. Nee, oké. Nou. We gaan het even hebben over Ranomi, jongens. Voordat we begonnen met het seizoen kijken, kwamen wij allemaal bij elkaar op de 5 plekken in Nederland. Daar stonden 5 kisten met allemaal kleurtjes. En dat leken, in onze eerste beleving, leken ons dat wel erg verdachte kleuren die kunnen wijzen naar de Olympische Spelen. Ja. Die stipjes. Goeie hint gevonden natuurlijk door iedereen. Sterk. Ja. Daarnaast kunnen de badeentjes, die aan de sleutels van de oud-kandidaten waren. En bij Rob was natuurlijk de mol, en dan heb je 1 mol, nou, leuk. Maar er zaten allemaal badeentjes aan die sleutels van de kisten, die Kim ook in haar hand heeft nu. En dat kan je natuurlijk ook gewoon leiden naar water. Ranomi zwemt in het water, net zoals een badeentje ook zwemt in het water. Leuk. Nou, dat was dus even de eerste goede hint naar Ranomi. Nou joh, je mist er heel eentje. De mollicitatie, daar deed Ranomi natuurlijk een afwijkend antwoord geven op de rest van de kandidaten. Dit kan je op 2 manieren zien. Oh ja. Op de ene manier dat ze de mol niet wou zijn. En op de andere manier is dat ze gewoon heel duidelijk heeft gezegd dat ze de mol is. Goeie. En dat ze daarom dit eruit hebben geknipt. Dus het kan een hele mooie verwijzing zijn naar Ranomi. Ja, dat vind ik eigenlijk ook nog wel even een goede Arjan, dat je dat even zegt nu. Dat ze geen antwoord geeft op de vraag of ze nou wel de mol wilde zijn of niet. Toen bleef het stil. Ja. Ik ben even heel hard aan het nadenken wat nou een hint naar Ranomi is. Want ik heb eigenlijk alleen maar anti-hints. Ja, maar ik heb er nog wel een paar. Ik heb alweer... Stop. Sorry Tim. Bij mij zit het allemaal in mijn hoofd. Ja, weet ik, snap ik. Dan hadden we de hint versproken. Ik weet niet of jullie die hebben gehoord. Toen Ranomi een telefoontje kreeg, vroeg Sarah of ze opgelucht was. Ranomi antwoordde hierop dat ze het niet wist. En reageerde verder ook best wel verdacht. Nee, wat vonden jullie daarvan, van versproken? Ja, vond ik een hele verdachte situatie. Ja, want ze heeft weer geen duidelijk antwoord. Net zoals in de mollicitatie. Een goede afleveringstitel. Goede afleveringstitel. Verbinding. Nou, als we het dan toch over verbinding hebben. De afleveringstitel was natuurlijk Verbinding. En de kandidaten moesten de locaties met elkaar verbinden, zodat het middenpunt waar geld verdiend kon worden bij Rick ontdekt werd. En de locatie hiervan was bij een ander kandidatenduo. En dit waren Ranomi en Nabil. Ja. Zou het zo zijn dat een van deze twee de mol is? Nou ja, Nabil is het dus niet. Dus dan blijven we over met Ranomi. Nee. Ja, het is echt moeilijk om hints naar Ranomi nog te vinden als je niet in de tunnel zit. Klopt. Maar ik heb er nog één. Weer de afleveringstitel Verbinding. De verbindende stip. Nou, we hadden het al over de Olympische stippen natuurlijk. Maar als je die verbindt, is het nog een betere Olympische Spelen logo. Ja. En volgens mij is het logo, dat is ook voor verbinding. Betekent verbinding. Nu heb jij later ook een hele mooie post. Ja, ik dacht, ik ga ook even je Instagram stalken. Want er is dus een hele mooie post met titel Ranomi. Het zijn van de eerste 4 afleveringen. Ja, maar daar waren we nog niet. Daar zijn we nog niet. Maar dat ging ook over die verbinding. Dus... Ja, maar daar zijn we nog niet. Maar daar zat de verbinding met de badeentjes. Maar daar zijn we nog niet. Maar dat is ook aflevering 1. Weet ik, maar daar zijn we nog niet. Oké. Nee, maar het is wel een hint. Toen kwam de opdracht toonaangevend. En er is een shot bij de opdracht met het koor. Dan is Ranomi die loopt naar de, hoe heet zoiets? De wand of de... De schoorsteenmantel, zoiets. Waar allemaal spullen op staan van opdrachten en zo. En op het moment dat je een pling hoort, pakt Ranomi het eendje op. Het badeendje die ook op de schouw stond. Dat is ook nog een goede hint naar het badeendje.
Was het hier toonaangevend? Ja, klopt, toonaangevend. Wat is hier een anti-molactie in? Ja, ze voert best wel goed de opdrachtjes allemaal uit. En in diezelfde opdracht had volgens mij ook samen met Daniel, met die ABCDE. Klopt. En daar waren dan dingen weer verwisseld. Klopt. Dus dat kan of Ranomi gedaan hebben. Of Daniel. Daar gaan we dan even in deze podcast vanuit. Precies. Ja, dan gaan we uit van Ranomi. Ja, dan gaan we uit van Ranomi en dan is Ranomi dus best wel verdacht. En... Ja, nee, sorry Tim, want jij even teruggaan naar de kisten. Bij de kisten ging ze ook heel makkelijk in op Nabil, die naar buiten keek door de spleet heen. En dat ze iemand zag staan met een geel hesje. En dat deed ze nogal opvallend, onschuldig en onwetend. En dat vond ik een beetje verdacht, zelf ook toen ik het voor de eerste keer zag. Want Ranomi stond eigenlijk bij mij bovenaan mijn lijstje, op dat moment nog. Ja. En daar, ik heb daar toch een beetje overheen gekeken. En als ik dit nou weer een beetje zit te bespreken met jou en met jullie allemaal, ja, dan vind ik dit allemaal best wel verdacht. Ja, ja, ja. Ja, ik snap hoe jij je voelt nu, Arjan. Ja, ook maar levend. Het kan allemaal heel goed kloppen. Klopt. Maar dat kan bij iedere kandidaat. Dat zullen we zo meteen ook nog horen in de andere podcast. Maar meestal aflevering 1 zitten wel de meeste hints de afgelopen seizoenen. Dus ja, ik denk dat we toch een beetje moeten kijken in aflevering 1 naar de meeste hints. En welke zijn dan de beste? Ik heb dan er nog één. Dan denk je toch wel dat we hier een hele mooi rijtje hebben. Klopt, en ik heb er nog één. Naar uitkijken heet hij. In de eerste opdracht met de kisten zien we natuurlijk op de telefoon met de opdracht iets geks staan in de zinnen die Rick gebruikt om de opdracht uit te leggen. Hij zegt namelijk het volgende: ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten vandaag. En in een shot zien we Rick staan kijken naar een andere kist. Het kan dus zo zijn dat Nabil of Ranomi de mol is, want zij zaten in de kist waar Rick naar uitkijkt. Nabil is het. Ja, het is... Maar Nabil is het niet. Dus dan is het Ranomi. Het is hier Nabil. Ja. Ja, op het moment dat je anti-mol hints naar Ranomi hebt, dan praat ik gezellig met je mee. Maar ik heb echt geen goede hint naar haar. Toen heb ik molzicht gepost. Dat is ook wel leuk om even mee te delen. Dat is mijn gedachte, zeg maar, door het seizoen heen. Hoeveel procent ik kandidaten verdenk en niet. En daar had ik op 25% staan Ranomi als hoogste. Gevolgd door Daniel en Aniek. Leuk. Complot Aniek. Dan gaan we naar opdracht 2, aflevering 2. En nog een kleine aanvulling. In de aflevering 1 werd Ranomi ook een beetje op de achtergrond gehouden. Klopt. Ja. En dat is natuurlijk ook iets wat de makers heel graag doen met de mol in de eerste paar afleveringen. Om de mol een beetje op de achtergrond te houden. En dat kan wel weer een hele mooie verwijzing zijn richting Ranomi. Precies. Ja. We hebben nog aflevering 2, kunstgreep. Dan hebben we opdracht 1 met een staalfabriek in Saldana. En daar hebben de kandidaten allemaal een andere kleur helm op. En hierin valt op dat een vrouwtje en Ranomi een groene helm op hebben. Een groene helm. En wat krijgt de mol altijd? Een groen scherm. Een groen scherm. Een goede kunstgreep. Even kijken. Ja, Ranomi heeft in de biechttijden van aflevering 1 10 seconden biechttijd. Net zoveel als Aniek. En dat zijn de minste aantal biechttijden. En in aflevering 2 heeft Ranomi 24 seconden biechttijd en Aniek 4 seconden. En Ranomi en Aniek zijn degene die het minste aantal biechttijden hebben, volgens mij. Oh nee, Jurre ook, 15 seconden. Dan... Is Dinantum gepeerd. Maar wat kunnen we op kunstgreep maken bij Ranomi? Want daar heb ik de hele tijd over na zitten denken. Ja, wat daar is... had je er wel wat van, maar dat moet ik nog niet vertellen. Komt-ie. Doe eens, Kim. Vertel jij eens. Ja, maar het is Tim's hint, dus Tim mag hem vertellen. Het is mijn hint? Ja. Hij staat op jouw Insta. Wacht, gaat het over die vissen en die vogel? Die kunstgreep. Ja. De kunstgreep, zeg maar, is dat Ranomi die kiest in plaats van een vis, kiest ze een vogel. Nee, in plaats van een vogel kiest ze een vis om die vis dan te gebruiken om uit te beelden als vogel. Ja. Als snavel van vogel. En dat is een goede kunstgreep, want je verwisselt het.
En een soort kunstgreep. Dus een kunstgreep, een kunstaanpassing, zeg maar, soort van. En Dinant is weer back. En Dinant is er weer. Ja, ik ben... Hey, ik ben heel eerlijk, dat is niet goed voor mij. Nee, weet ik. Maar daarom hebben we zo meteen nog Jurre. Je mag straks shinen met je Daniel, Dinant. Ja. Dan hebben we weer Molzicht van aflevering 2. En daarin valt op dat ik Daniel 25% verdenk en Jurre 18% en Ranomi 10%. 10%. Dat is niet veel. Dus de mol wordt een beetje onderaan gehouden. Ja, ik verdenkte daar op dat moment Nabil en Anke meer dan Ranomi. Dan hebben we Spelbreker. Afleveringstitel. In de opdracht op de ijsbreker zijn Soy, Nabil en Ranomi te zien met een pikhouwwiel in de hand waarmee ze het ijs breken. Verwijst dit naar een van hen omdat zij in het spel breken, dus het spel breken, het ijs breken. Ja. Zou er eentje kunnen zijn, zeker. Precies. Dan hebben we Vertroebeld. Rick eindigt in het beginstukje van aflevering 3 met Spelbreker met het woordje vertroebeld. Is dit een hint naar Ranomi? Troebel water? Ja, die is wel goed. Ja. Trouwens, wat een goed screenshot ook van Rick bij die post. Hij heeft zijn mond helemaal zo staan. Maar goed, ja. Dan gaan we eventjes iets verder spoelen. Hebben we nog een mooie Ranomi hint? Nee. Volgens mij... De biechttijd. Ranomi heeft 35 seconden biechttijd. En dat is niet het minste. Nee, ook niet Nabil minste. Had het minste. Ja. Daarna Aniek. Klopt. En dan hebben we Molzicht weer. En daar verdacht ik Ranomi ineens 21%. En in de vorige aflevering 10%. Dus daar zit wel een flink verschil in. Ja. Dan komt de podcasttheorie. De podcasttheorie kan toen, inderdaad. Maar daar hebben we niet zo heel veel over aan Naomi op zich. Nee, nou dat zou er misschien nog op kunnen leiden dat ze de winnend finalist is. Maar dat is geen molhint naar haar. Ja, klopt. Wat vonden jullie van die band die lek ging? Met de opdracht van eenzame hoogte. Zou de mol dat hebben gedaan? Zou natuurlijk gewoon een steentje kunnen zijn. Ja, dat denk ik dus ook. Want het lijkt me niet dat de mol dat zou doen. En anders is het misschien ook een beetje gestolen van België, waarin de mol een punaise kreeg om zijn eigen fietsband lek te prikken. Klopt. Ja. Dus ik denk dat het gewoon iets van een steentje is ofzo. Ja. Ja, en ik blijf ook een beetje zeggen, die wielen waren zo groot. Als je een iets zwaars op zulke wielen zet, is het verdoemd om in elkaar te storten. Ja. Precies. Dat is gewoon een fietsbandje, ja. Oh ja, en over die bandlek, dat is natuurlijk ook alweer de volgende aflevering. Aflevering 4. Ja. Volgens mij. Nee. Wel aflevering 4. Nee, dat kan niet. Nee, dat is aflevering 4. Wel? Ja, toen zat dan ik er nog in. Oké. Okay. Dan hebben we de hint, de keur. En dat was iets wat, ja, daar zeggen heel veel mensen dat het natuurlijk gewoon te maken had met, even kijken, met die, met de fruitmaatschappij in Zuid-Afrika, de keur. Maar als je het vertaalt in Nederlands en opzoekt op internet, dan heeft het te maken met waterschappen. En dat kan natuurlijk weer slaan op Ranomi. Oh, die vind ik. Dat is wel echt een leuke hint, ja. Dan hebben we even de titels van aflevering 1 tot met 4 van Ranomi. Waar Kim naartoe wou natuurlijk. 1 is verbinding. Ranomi raakt een badeentje aan. Dit is een verbinding met de badeentjes bij de bekendmaking. Afleveringstitel aflevering 2 was kunstgreep. Ranomi stelt voor om in plaats van een vogel een vis te gebruiken. Dat hebben we ook al besproken. Spelbreker, Ranomi breekt met een pikkerwiel het ijs. En aflevering 4, Ranomi liep het doolhof uit met het enige geld wat er verdiend was. En dat was afleveringstitel weglopen. Ja, dus zij is als een van de enige weggelopen uit het doolhof. Precies. Met geld. Met geld ook nog, ja. Dan hebben we weer Molzicht. En daar verdenk ik ineens 11% Ranomi. Dus het is echt zup aan het gaan. Heb je ook opgeschreven waarom? Niet zozeer, maar ik weet wel een beetje waarom. Oké. Okay. Puur omdat Jurre en Daniel ineens weer flink verdachter werden. Molgeld, maar ja, daar heeft Ranomi niet zoveel mee te maken. Ja, dan is er heel veel gewoon niet over Ranomi geweest. Ook in de aflevering was het best moeilijk. Ik heb nog een anti-molactie. Dat heet schrijf ze.
Ja, dat wou ik ook net zeggen. En in de eerste opdracht zien we, als we goed kijken, dat Daniel en Ranomi bij de stoelen op de plattegrond dingen opschrijven. Kenmerken van de personen dus, de portretten. Als de mol hier zou staan, zou hij dit zeker niet doen, tenzij hij slim is. Hij zou er dan juist voor zorgen dat ze bijna niks onthouden en dus niks opschrijven. Maar ja, ik denk dat, dat Daniel en Ranomi een stift hebben gekregen van de productie in hun handen. Ja. Dus dat. Afdeling 5. Dus het kan ook wel weer een goede anti-molactie zijn naar Ranomi natuurlijk. Ja. Portretten was de afleveringstitel. Ja. Kan verwijzen naar Anke en Jurre die de portretten van de mensen omschrijven naar Daniel en Ranomi toe. Dus Ranomi ontvangt de portretten. Dan hebben we... Even kijken. Gaan we alweer naar de volgende aflevering. Aflevering 5. Heb ik helemaal niks over dat molgeld gepost trouwens. Maar wat zou je er ook mee moeten posten richting Ranomi? Oh, dus aflevering 7 al, jongens. Ja, we gaan echt hard. Ja, we gaan. Oké. Okay. Ja, moet ook. Nee, want we zijn langs de hele roadtrip gegaan ook. Dat we nog wel een anti-molle actie zijn vergeten. Met de test zag je bij Ranomi heel duidelijk een gespannen houding. Ja. En hoe bedoel ik dat? Haar slagader die begon echt te shaken gewoon. Ja, en dat was een beetje rond aflevering 4. Ja, en was daar denk ik dat ze... Hè? Met de roadtrip toen, dat je je eliminatiestoel moest kopen, was dat niet toen? Ja, volgens mij wel. Maar dat zag je toen ook aan Zoe. Ja. Juist. En dan hebben we nog een hint. Dat die kandidaat was. Hebben we nog een hint? Dat ze met die vertalingen van de woorden... maakte Ranomi het woord Peking eend. En ze heeft natuurlijk in Peking een medaille gewonnen. Op de Olympische Spelen. En eend verwijst natuurlijk ook eend. Peking zat ook de eend, toch? Klopt. En we zijn die bekers nog vergeten op de open haard. En de bekers op de open haard. Klopt. De prijzen. De drie prijzen die ze heeft gepakt, ja. Dan was er nog een kleine onverwachte hint. Busje komt zo. Voor het spookhuis stond een dubbeldekkerbus uit Londen en daarop stond het nummer 12. In 2012 waren de Olympische Zomerspelen in Londen, waar Ranomi meerdere medailles heeft gewonnen. Niet verstandig. Ja. Toen hadden we weer molzicht en toen verdacht ik Ranomi ineens 5%. Ja. Ondergronds. Of ondergrond bedoel ik. Daniel, Jurre. Daniel, Jurre, Ranomi zaten met een hoofd onder de grond. Kunnen we hierdoor Soy en Anke afstrepen? Ja, nou die hebben we dus afgestreept. Maar daar heb je nu dus eigenlijk helemaal niks meer aan die hint. Dat is wel echt jammer. Klopt. Helaas. Nou, bij het groepje van Ranomi en Jurre en Nabil stonden de enveloppen van de struisvogelopdracht in een M-vorm. Kan ook wel dus leiden naar Ranomi. Ik wil iets zeggen, maar ik mag dat nog niet. Wat dan? Jurre. Nee. Maar dat mag niet. Nee. Maar dat mag niet. Daarom zeg ik... Ik zeg het mag niet, dan gaan we terug naar Ranomi. Toen had ik weer molzicht en dat was 5% Ranomi. dan hebben we nog een anti-mol actie. Een anti-mol. Inderdaad, een anti-mol reden. Dat heet Test Anke. Als Anke is afgevallen, vraagt Rick aan wie Anke haar penningmeesterschap zou willen overdragen. En zij antwoordt natuurlijk Ranomi. Dus vertrouwt Anke Ranomi dus vol. Ja, en heel veel afvallers zaten op Ranomi. Ja, klopt. Dan hebben we... Even kijken... Kleuren. Rick geeft bij de test in het doolhof, de doolhoftest zeg maar, heeft hij verschillende kleuren. En die kunnen ook weer wijzen naar de Olympische Spelen kleuren. En de vlaggetjes ook. Ja. Alhoewel de kleur bruin ook wel zwart wordt gezien. En dat zit volgens mij niet in de Olympische Spelen. En bij de Olympische Spelen kom je altijd met vlaggen naar binnen. Ja. Klopt. Ja, en vlaggen hadden ze op hun rug zitten. En die vlaggen die waren wel de kleur van de Olympische Spelen volgens mij. En om nog even een beetje sterker richting de Olympische Spelen te gaan, Evengoed gaf het stokje over. Ja. Ja. En dat doe je ook bij de Olympische Spelen. Ja. Ja, ja, en ja. Bij het vuur overdragen doe je ook het stokje overgeven. Dus van plek naar plek.
En Wie is de Mol rijdt ook van plaats naar plaats. Van land naar land. Klopt. Klopt. Toen kwamen we bij de aflevering Inzichtelijk. Ja. En Ranomi heeft inzicht, want Ranomi heeft haar joker tijdens een shot na het paraglijden, zeg maar. Wel op een hele bijzondere plek liggen. Hij is zo best wel inzicht. En inzichtelijk was de titel, is dit verdacht. Dan zie je dus dat Ranomi die joker heeft ze precies bovenop haar schoen neergelegd, lijkt het. Ja, best wel inzichtelijk. Ja. Nou, de biechttijden slaan we even over, jongens. Want dat is niet heel erg gevoelig, denk ik. Ranomi zat natuurlijk ook best wel een paar afleveringen op Soy. En ze zet ook daarnaast de vragen ook op haarzelf in, die ze richting Soy doet, zeg maar. Die slaan ook op haarzelf heel vaak. Dus hoe kan zij er nog in zitten? Of ze is zelf de mol? Want Soy is niet de mol. Dus hoe kan ze er dan nog in zitten? Doordat anderen misschien de test natuurlijk slechter maken. Maar dat is maar één reden. Dan hebben we alweer de volgende aflevering. Even kijken, dat was aflevering 8. En daarin maakt Ranomi maakt daar de foto's in zwart-wit. Is zij kleurenblind? Ah. En een mol is natuurlijk blind. Ja, weer positief te blijven, Adrian. Wat gaat het hier ook over? Sorry, ik moest serieus blijven. Je moet. Nou, toen hadden we weer molzicht en toen dacht ik, Ranomi ineens 0%. Je bent lekker aan het switchen, jij. Toen hadden we wisselbaar. Dat is een goede hint. Nou ja, goede hint. Ranomi die speelt een beetje tijdens de biechten met de verkeerde antwoorden van Sarah. En tijdens de normale dingen. Tijdens de, in de opdracht zelf zegt ze ook weer hele andere dingen. Tijdens de abseilopdracht, zeg maar. Ze gaat naar beneden en dan vertelt ze allemaal gekke dingen. En met zwemmen moet je wisselen. Klopt ook, inderdaad. Weer een verwijzing naar de Olympische Spelen. Ja, dan nog een anti-molactie, ook in aflevering 9. Daniel blijkt natuurlijk de penningmeester te zijn. En Ranomi zegt dat Daniel als penningmeester nog wel even moet zorgen dat Jurre die 600 euro in de pot geeft. Dat is natuurlijk een anti-molactie, want als mol wil je natuurlijk zoveel mogelijk geld in de pot. Dan heb je knikken. Als de mol tegen Ranomi zegt dat hij misschien met zichzelf aan het praten is, knikt Ranomi ja. Beantwoordt Ranomi de vraag met ja, is zij dus de mol? Nou, dat was Ranomi. Nee, blind date. Blind date? Ja, dat was in die auto. Dat ze bij de molafspraak op terugkwam en dat ze zei over het woordje blind date. En dat is wel weer een mooie verwijzing naar hoe molafspraak in het Afrikaans werd geschreven. Nou ja, en dan begon ze in één keer zomaar over, weet je wel, wie heeft er een blind date met mij bijvoorbeeld of zoiets. Zij zoiets in dat busje, ik weet niet meer precies hoe ze het naar voren bracht, maar ik vond het wel grappig dat ze dat precies zei. Ja, is dat die molafspraak van, oh Jurre, ga je je klaarmaken voor je blind date of zoiets, omdat hij die molafspraak had? Ja. Volgens mij was het zoiets. Ja, ja zoiets Kim, ik geloof het ook. Maar date zei ze. Ja. Wat natuurlijk weer eerder kan wijzen op die woorden die we eerder in het seizoen hadden waar molafspraak, blind date betekende. En Tim, herhaal jij even wat er tegen ons werd gezegd vanmiddag bij de podcast door die man Chris en door dat meisje aan de microfoon. Dat ging ook over blind date. En dat heeft ze in de finale vandaag gezegd. Weet jij het nog? Echt een blank hoofd. Hij weet het echt niet meer. Nee. Nee, dat die man buiten tegen ons zei, voordat we naar de podcast naar binnen gingen. En die had het over een blind date, dat ze dat aanhaalde. En terwijl het eigenlijk niet hoefde te gezegd te worden. En dat ze wederom over de blind date begon. En dat heeft ze nu eigenlijk al twee keer gedaan, zo'n uitspraak. En nu zegt ze dat ook precies op de laatste moment. En dat zijn wel van die kleine verwijzingen waar Wie is de Mol van houdt. En waar de mol ook van houdt om haar ware identiteit te geven. Oké. Ja, maar die heb ik een beetje gemist. Vond ik het wel strak dat zo'n klein meisje er ook mee kwam. Ik denk een jaar of 8 was ze. En die valt zoiets dan op. En dat die man dat ook zei, dat bracht me wel even aan het denken. Ja, en ook zoals dat dit allemaal mij aan het denken brengt, hoor. Ja, logisch. Ik heb Romy eigenlijk een beetje weggezet. En ik wou haar eigenlijk skippen.
Maar ik moet toch heel eerlijk zeggen, door vanmiddag is Ranomi eigenlijk toch wel weer een beetje lichtjes gestegen in mijn hoofd. En begin ik een beetje een paniekaanval te krijgen. Ja. Want het zou zomaar de wow-factor kunnen zijn en dat Ranomi het is. Klopt. Ja. Nog iets. Ranomi heeft hele dikke bovenarmen, toch? Hele gespierde bovenarmen. Oh, nee. Daarmee kan ze dus heel goed graven. Wat slecht. Die was trouwens, die credits zijn ook naar Rick. Rick, de aap. Je hebt heel veel van die nutteloze hints. Ja. Maar dit is denk ik de meest nutteloze ooit. Ja. Nou ja. Wil je nog iets kwijt over Ranomi? Ze is niet de mol. Ja, ik wil nog één ding kwijt. Ja, dat mag. En dat is met de bekendmaking hadden we de coördinaten met elkaar verbonden en daar kwam de letter M uit. Gaan we nou allemaal naar de namen kijken van de kandidaten, is de enige die een M in de naam heeft, onze Ranomi. En dan erbij werd Ranomi bekendgemaakt in Middelburg. De M van Middelburg en de M van Ranomi. En de M van Mol. Ja, en de M van Mol. Ja. Goeie. Dat vind ik een goeie. Zomaar kan het een officiële hint zijn. Ja. Dus, heb jij zelf ook nog hints naar Ranomi? Laat ze vooral weten via al onze socials. Dit was het dan voor deze podcast. Mocht je nog geïnteresseerd zijn in de hints anti-mol-acties... Mol-acties. Arjan, dit kan niet serieus. Oh, sorry. Mocht je nog geïnteresseerd zijn in de hints mol-acties, anti-mol-acties naar Daniel en Jurre... dan kun je ook die andere speciale podcast, extra podcasts luisteren. En mocht je nog geïnteresseerd zijn in alle acties en de bespreking over aflevering 9 van Wie is de Mol, dan kan je die ook nog eens beluisteren op Spotify Procast. En YouTube. Dus voor nu wel weer bedankt voor het luisteren. En dan horen jullie ons de volgende keer weer. Laters. Houdoe. Houdoe.